Het jaar van het varken is vanmorgen door de Chinese vereniging Fachou Songfui feestelijk ingeluid in restaurant Ximin. Het Chinees nieuwjaar wordt ook het Chinees lentefeest genoemd. Volgens Chinhua Yen, voorzitter van de vereniging, is er een duidelijke verbetering te merken in de veiligheid van de burger. De Chinese gemeenschap hoopt dat de regering de veiligheid kan opvoeren en dat er meer maatregelen komen om de criminaliteit de kop in te drukken, zegt de voorzitter. Dat er zwaardere straffen worden ingevoerd ten einde bescherming van het haven en goed van de Surinaamse burgers te garanderen. En daarmee het veiligheidsgevoel van de samenleving verder te verbeteren. Ten slotte, het Chinees nieuwjaar is een Surinaamse nationale feestdag. Dit feit danken wij aan de regering Bouterse, die in 2015 het Chinees nieuwjaar heeft verheven tot nationale feestdag. Vandaag zal er net als in de voorgaande jaren om 5 uur 's middags een tempelfeer worden georganiseerd bij de KKF. De organisatie is een samenwerking van de Chinese ambassade en de Suriname Chinese United Association, afgekort SCUA. Ik wil hierbij een ieder van harte welkom heten bij de KKF vanmiddag voor een spetterende show in het jaar van het varken. Ik dank. Volgens Li Kuan, ambassadeur van China in Suriname, is het lentefeest een van de belangrijkste feesten voor de Chinezen wereldwijd. In Suriname is deze dag uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Vice-president Ashwin Adin heeft de Chinese gemeenschap een geste gedaan van een stuk grond van 50 hectare. The first of its kind in the entire Western Hemisphere, which indeed demonstrates the inclusiveness and harmony of a multicultural society. During the Chinese New Year, family members travel long distance back home for family reunion. Although my wife and I couldn't make it this year, but the warmth and festive atmosphere in Paramaribo make us feel at home. The goal is one, part for religious reasons, to construct a Chinese temple, and for the other part, for ceremonial and burial purposes. If you are interested in the location where the land is, we can discuss the details. And after you decide, the Ministry of RKB, who is responsible for the land issuance, can make sure for the necessary provisions. Mr. Chair, I now propose toast to you, to the health of you and your valued organization, as well as each member of the Surinamese Chinese community. Xin chun kuai le. Xie xie. Tot zover vice-president Ashwin Adin en daarvoor Liu Kuan, ambassadeur van China in Suriname. Ze spraken vanmorgen bij de viering van het Chinees nieuwjaar of het lentefeest in restaurant Ximin.